Hallo, mijn naam is Tina. Ik ben voor vandaag even een life coach voor NC. En dan gaan we eens even kijken wat de eerste levensvraag. Ik word altijd een beetje hitsig in de sportschool van al die afgetrainde lijven in strakke, blote pakjes. Ik kan niet stoppen met kijken. Ben ik een perf? Nee. Kijken is wat anders dan met je klauwtjes eraan komen natuurlijk. Kijk, kijken mag. Je mag genieten van andere mensen. Je mag kijken naar andere mensen. Je mag denken, zo. Je moet er niet, zeg maar, een halve meter van daar met je tong uit je mond gaan staan en heel hard gaan hijgen. Dan wel, dan ben je wel een perf. Als het beste vriendje van mijn kind hier komt spelen, heb ik het idee dat hij 8 jaar geen eten heeft gehad. Hoe kaart ik dit aan? Als dat kind je hele diepvries leeg eet en ook nog al je keukenkastjes erbij, dan kan je zeggen, goh, Barry, krijg je thuis wat te eten? Hè? Ik heb zelf altijd dat ik die kindjes gewoon lekker veel boterhammen geef en lekker veel te eten. Ik heb altijd wel wat te knabbelen in huis, dat zie je ook wel. Ik heb wel een keer gehad dat een vriendje kwam spelen en die zei, ja, ik heb een glutenallergie terwijl hij een boterham at. En toen ben ik even heel erg in paniek geraakt, moeder gecontacteerd, bleek gewoon verzonnen te zijn. Even kijken. Mijn beste vriendin wil altijd matchende outfits aan naar festivals en feestjes. Ik krijg daar de kriebels van. Wat nu? Ja, wat wil jij zelf? Gewoon dat doen wat jij leuk vindt, maar laat je beste vriendin, het is je beste vriendin, lekker matchen. Laat haar matchen, joh. Maakt niet uit. Als jullie samen maar matchen. Ik ben ook matchend. Nou, hè? Zou je ook wel last van hebben, hè? Volgende. Mijn partner lust niks, behalve frikandel speciaal. Moet ik de relatie beëindigen? Nee. Als je echt van haar, hem, hen houdt, dan doe je daar je best voor. En dan ga je niet over een frikandel speciaal vallen. Terwijl ik best snap dat het irritant is als iemand de hele dag in je keuken staat te frituren. Maar een relatie beëindigen, ik zou het niet doen. Ik zou gewoon helpen van, hé, dus jij een kopje groentesoep.